Merckx was dat in theorie ook niet, want dat is allemaal theorie. Maar hij heeft toch 3 keer die wedstrijd gewonnen. Maar dat was omdat hij zo superieur was. En dat is Kelly ook. Gewoon de beste renner van de wereld. Momenteel, dat is duidelijk. Merckx was van nature ook geen klimmer. Maar hij kon wel domineren in zijn glorietijd in het gebergte. Was geen sprinter, maar voor iedereen te duchten in een massasprint. Kelly kan tijdrijden, sprinten en klimmen. Rogiers is vooral een temporijder. Maar erg regelmatig. Weinigen hebben hem dat voorgedaan. Hier is Alain Bondu. Weinigen hebben dat Rogiers voorgedaan voor een debuut. Zo'n prestatie neerzetten in Parijs Roubaix. Seconden is de achterstand van Alain Bondu. Op deze tandem Kelly Rogiers. Kelly toch de beste man in de finale. Nog 4 kilometer in hem. Laatste kasseien achter de rug allicht. De rush naar Roubaix nu. En opmerkelijk dat er nog altijd maar 1 merknaam staat op die trui van de ploeg Rogiers. Die van de constructeur. Er zat een grote sponsor klaar. Indien Erik van der Aarde zou zijn toegetreden tot de ploeg. Dat is niet het geval geweest, daardoor is de ploeg als het ware onthoofd. Heeft nogthans uitstekende prestaties weggegeven in alle voorbije confrontaties en ook nu weer in de vuurlijn met Rudy Rogiers. Andere uitblinkers uit die ploeg in de voorbije weken waren onder meer Rudy Matthijs, Rudy Danens, Patrick Versluis, vandaag ook uitstekend. Aanmoedigingen voor het kind van de streek, Alain Bondu, die de derde plaats dubbel en dik verdiend zal hebben. 28 seconden. Het is aan prestatie op zich dat hij in zijn eentje geen terrein meer verliest op die tandem. Kelly Rogiers. Daarnet was de zon even op de afspraak hier in Roubaix. Dat is nu helemaal niet meer het geval. In de late namiddag wordt het hier bijzonder koud. Het is een lange, lange wedstrijd geworden. En Rogiers kijkt even achterom waar zijn sportdirecteur blijft. Bondu op de voet gevolgd door ploegleider Bernard Thévenet. Kelly de beste man toch wel. Hoewel Rudy Rogiers hem schitterend heeft gesecondeerd. 1 en 2 verdienstelijk. En nummer 3 deze man even verdienstelijk. De beste paarden zullen de haver krijgen. Dat was in de Ronde van Vlaanderen vorige zondag niet het geval. En dat laat dan toch een gevoel van onvoldaanheid na. Maar er bestaat nog een immanente rechtvaardigheid. En Sean Kelly zal dan wellicht eindelijk toch die grote voorjaarsklassieker kunnen winnen. Waar hij altijd van gedroomd heeft en waar hij op grond van zijn conditie en zijn kracht recht op heeft.
Kelly is langzaam naar de top gegroeid. Hier in tweede positie achter Rudy Rogiers. Is destijds als proef begonnen in de ploeg Flandria met Freddy Maartens, toen in zijn glorietijd. Mark de Meijer, Michel Pollentier, Kelly in de schaduw. Kon zich af en toe even doen opmerken als snelle sprinter in spe. Maar nu is hij zelf de beste klassieke wegrenner van het moment geworden. En hij heeft meer in zijn mars dan zijn erelijst laat vermoeden. Alain Bonduur, specialist van de lange ontsnappingen. Hij rijdt ook al 100 kilometer in de spits van het gebeuren. We nemen aan dat hij dus niet meer zal aanpikken. Dat hij vrede zal moeten nemen met de derde plaats, want zijn achterstand bedraagt hier op een drietal kilometer van het einde 30 seconden op de twee koplopers Kelly en Rogiers. En zonder pech moet Kelly hier met vele lengten voorsprong zegen vieren. Ik neem aan dat Rogiers niet eens zal proberen veel weerwerk te geven. Hij is dan al geen pistier, hij is al geen sprinter. En misschien probeert Kelly het nog alleen naar het einde toe. Maar hij gunt Rogiers ongetwijfeld op zijn minst die tweede plaats. Al dan niet in zijn gezelschap. We zitten nu in de eindfase van de wedstrijd, laatste kilometer. Rode vlag, rode driehoek, met Sean Kelly aan de leiding. Rudy Rogiers nog altijd in zijn spoor en dan als derde man hier, luidruchtig toegejuicht, Alain Bondu. En dadelijk zullen deze twee, Sean Kelly en Rudy Rogiers, dan hun opwachting maken in de wielerbaan van Roubaix, waar zij nog 800 meter moeten rijden. Bij het binnenkomen van de wielerbaan moeten ze 300 meter afleggen, vooraleer zij een eerste keer over de streep komen. Laatste kilometer voor Bondu intussen en dan een laatste ronde van de wielerbaan, nog 500 meter. Kelly kijkt achterom. Bondu moet hij niet meer vrezen. Van veranderde posities. Sean Kelly is ook wel niet vertrouwd met de wielerbaan, maar zijn intrinsieke snelheid zal er hier wel voor zorgen dat hij straks Rudy Rogiers moet verduiken. Rogiers die de leiding heeft op één ronde van het einde nu met Sean Kelly in zijn spoor. Daar gaan ze dadelijk de bocht in, terwijl intussen Alain Bondu ook op de wielerbaan is verschenen. Nog drie kwart ronde van het einde nu met Rudy Rogiers aan de leiding voor Kelly. Bondu in achtervolging is dus ook op de piste gekomen. Een halve ronde van het einde nu en Rogiers trekt zich volop opgang met nog altijd Kelly in tweede positie. Kelly die schakelt recht op de trappers. Rudy Rogiers bij het ingaan van de laatste bocht. Sean Kelly zal dadelijk komen aanvallen op iets meer dan een kwart ronde van het einde plaats. Kelly zijn sprong en moeiteloos zal hij Rudy Rogiers remonteren. Rogiers die inderdaad niet eens meer zo fel aandringt. Kelly kan nog achterom kijken en beide armen in de hoogte gooien. Hij wint met 10 meter voorsprong op de schitterende tweede Rudy Rogiers. Een prachtige prestatie van die Rudy Rogiers, maar toch